In Tweespraak zorgen we vandaag voor een hoogst opmerkelijke match. Frank van Laken regisseerde topmusicals als 14, 18, Daans en 40, 45. Producties die door duizenden mensen werden bezocht en bejubeld. Als we denken aan duizenden mensen die in ideale tijden ook samenkomen, dan introduceren we ook profvoetballer Hannes van der Bruggen. Hij verdedigt de kleur van 't Serkenbrugge en laat zich kennen als iemand met een open blik op de wereld en met het hart op de tong. Een atypische voetballer zonder veel capsones of bling-bling. Met Frank en Hannes zoeken we ook vandaag naar wat hen drijft, raakt en ontroert. Wat het leven voor hen de moeite waard maakt. Geen doorsnee interview over de volgende productie of thuiswedstrijd, maar over het bestaan zoals jij en wij het allemaal meemaken. Dat in een gesprek waarvan het begin vast ligt, maar het einde bij lange niet. Steven en Pieter Jan stellen ook vandaag weer de hoofd- en bijvragen. Vraag en antwoord komen als succesvolle musicals en voetbalmatchen volledig samen. De inleiding zit erop. Hannes, ik ga beginnen bij jou. Heb jij iets met theater en musicals eigenlijk, of niet? Eigenlijk wel met theater. Ik ga heel graag naar theater kijken. Wij maken ook altijd bij het begin van elk theaterseizoen, zogezegd. Ik denk dat dat van september tot mei of zo loopt ongeveer. Maken wij een planning op. Alle boekjes van de culturele centra uit de buurt. Wij, dat zijn dan jij en je vriendin? Ik en mijn vriendin, okay. Inderdaad. Dan maken wij een planning op. En dan kan dat soms zijn dat er een keer een week of twee weken geen voorstellingen op staan. Maar dat kan ook wel zijn dat er drie per week zijn. Ik moet natuurlijk ook wel wat rekening houden met de schema in de voetbal. Maar ja, dat is toch iets waar wij heel hard naar uitkijken om gewoon eens naar theater te gaan met ons twee. Ik vind dat eigenlijk leuker dan een keer een avond naar tv kijken. En kom een keer buiten, je ziet een keer iemand. Daarna gaat je een keer backstage. Allee, niet backstage. dat is omdat in de vooruit noemt het café de backstage. En vandaar. Ja. Daarna iets gaan drinken is ook wel aangenaam. Noem eens een paar namen die dit seizoen op jouw programma stonden. Bert of Roy, met Bert Haalvoet en... Roy Arnoud stond op programma. Wij zijn, we hebben het geluk gehad om in die periode tussen september en november, denk ik, waarin iets meer versoepelingen waren, zijn we toch wel nog naar een enkele stukken kunnen gaan kijken. Naar De Drie Zussen, met onder andere Sinegers. Lokken zijn we gaan zien. Dat was met Tom Vermeer en Koen de Graven. Het Eenzame Westen, Zwins. In het West-Vlaams. In het West-Vlaams, klopt. Fantastisch. Ik was al goed... ik kon het dialect goed... Dus ja, zo'n dingen allemaal. En er stonden er nog veel meer op, maar die zijn helaas niet kunnen doorgaan. Ja, oké. Nee. Frank, heb jij iets met voetbal? Absoluut. Ik ben een half fanatiek supporter van Agent. En dat hoor je aan mijn accent ongetwijfeld. Dus ook van Hannes. Hè. Ik heb hem lang mogen volgen. Jammer dat de jongen weg is. En nu gaat hij cirkelen van de degradatie redden. En dat is ook zeer nobel. Maar ik hou van het spelletje. Ik kan er helemaal in opgaan. Jammer genoeg is het nu vanaf het scherm dat we... dat we de sfeer van het stadion moeten missen, want die is toch altijd uniek, die is onvervangbaar. Ja. Maar goed, het surrogaat werkt ook. Oké, okay. Wat voor voetballer is Hannes voor jou? Hoe zie jij hem als een speler? Een polyvalente speler, hè. Een goede, intelligente middenvelder die een goede vista heeft en een goede pas heeft. Maar die ook zijn medemaats op sleeptouw kan nemen als het iets moeilijker gaat. En die hebben we nu in Gent echt wel nodig op dit moment. Amai zeg je. Mooie woorden, Hannes. Ik denk dat we hier al een deel van de vraag van het mooiste compliment kunnen beantwoorden. Ja, klopt. Ik denk dat dat hier juist gebeurd is, waar jullie getuigen van zijn. Super. Voor de luisteraars die het weten ondertussen al, we nemen deze podcast een beetje vroeger op dan dat die eigenlijk wordt uitgezonden. Zit er nog altijd in volle crisis, zeg maar. Hoe hebben jullie de laatste maanden beleefd in de coronaperiode, Frank? Ja. Het is een grote afwachten. Hè. Ja. Wij weten nog altijd niks en het is ook logisch dat we niks weten. Hè. We moeten gewoon wachten wat de cijfers doen, maar ook wachten op die zogezegde massale vaccinatie. Hè. Ja. En dan zal de grote poort naar de vrijheid wel eens open gaan, hoop ik. Hannes? Wel ja, bij ons gaat eigenlijk voorlopig alles gewoon door, zoals altijd, maar dan met dat verschil dat er geen supporters toegelaten zijn tijdens wedstrijden. Dus voor mij verandert er niet zo heel veel, buiten dan ja,
in de hobby's en zo en de dingen waarin je niet allee, waar je dan niet naartoe kan gaan. Mm-hmm. Maar is dat toch niet raar, spelen zonder supporters? Ja, dat is... Maar in het begin is dat heel raar. In het begin is dat, echt niet aangenaam. Dat lijkt echt een oefenmatch. Mm-hmm. Maar drie, vier keer kom je een beetje in dat systeem en ja. Ben je het zo wel al wat gewoon. En nu let je daar eigenlijk veel minder op. Alles went, zeggen ze. Ja. En dat is ook wel een beetje zo. Wat ik mij afvraag is, thuisvoordeel speelt veel minder nu, hè? Nee? Absoluut, absoluut. Zeker toen ik in Kortrijk speelde, als je daar naar de Spionkop toe kon spelen, in Gent was dat ook zo, dan voel je echt wel het verschil en dan krijg je soms wel die laatste push nog om een overwinning binnen te rijven. Hè. Mm-hmm. Nou, dat verschil voel je toch echt wel. En ik denk dat daar ook een studie van gemaakt is, dat thuisvoordeel echt wel wat wegvalt nu er geen supporters zijn. Mm-hmm. Er zijn meer uitoverwinningen dan vroeger, denk ik ook. Hè? Ja, ik denk dat ook. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat wij helemaal warm gedraaid zijn, Steven, voor de eerste vraag. Absoluut. Zoals wij altijd doen, sturen we de vragen op voorhand door, omdat het niet zo ongewone vragen zijn, of niet alledaagse vragen. En zodat de gasten daar eventjes konden over nadenken. En we beginnen met de lievelingsplek. We hebben allemaal wel een plaats waar we graag zijn. Wat is jouw lievelingsplek en wat vind je daar wat je elders niet vindt? Frank, als ik die vraag eens aan jou zou mogen stellen. Voor mij is dat absoluut Gent. Hè. Gent. Ik ben in Gent geboren, ik ben erin opgegroeid. En daar liggen ook mijn roots voor het vak wat ik nu uitoefen. Ik ben een kind van theater, van opera, maar vooral ook van volkstheater. En ik denk dat volkstheater, als je dat vergelijkt, als je de podiumkunsten zou vergelijken met de grote boom, dan denk ik dat volkstheater de stam is en dat de kruin de vertakkingen zijn. Opera, operette, theater. Dus al die verschillende podiumkunsten zijn een vertakking van die ene stam. Want ik denk dat uiteindelijk theater ontstaan is bij de gratie van mensen die de maatschappij een spiegel wilden voorhouden. En dat het volkstheater is. En ik ben er een kind van, dus ja, ontegensprekelijk voel ik mij als een vis in het water. En heb je dan een favoriet plekje in Gent? Want dat is een grote stad natuurlijk. Het is een grote stad, maar het is een klein centrum. En laat mij maar rondkuieren in het centrum. Eén favoriet plekje heb ik niet. Maar het is een klein centrum, dus ik wandel eigenlijk van de ene favoriete plek naar de andere. Ja. Kom je er ook tot rust dan, in de stad? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ik zoek de stad ook op. Ik woon niet in de stad zelf, maar ik ben heel vaak in het buitenland voor mijn job. Mm-hmm. En als ik in België ben, het eerste wat ik doe is naar Gent gaan. Hannes, ga jij mee kuieren in Gent met Frank of heb je toch een andere plek? Heel graag. Ik ga niet zeggen dat mijn favoriete plek is, maar ik ben er ook opgegroeid. Hè. Ik heb van mijn 11 jaar speelde ik in de jeugd van Gent. En als ik toen ging studeren, dan was de Sint-Pietersnieuwstraat echt wel mijn straat. Gewoon een keer een koffieke gaan drinken. In het salon was dat vroeger, dacht ik. Ik vind Gent ook fantastisch. Je hebt er zoveel... verschil in plekken en je hebt er zoveel. Er zijn jonge mensen, er zijn iets oudere mensen, alle leeftijden, alle culturen zijn er. Ik vind Gent ook wel nog altijd fantastisch. Maar mijn favoriete plekje, als ik dat mag kiezen, is... ik ga heel graag naar de Ardennen. Ik ga heel graag naar de rust, naar de natuur. En we gaan eigenlijk heel vaak naar hetzelfde. Ja. Omdat dat eigenlijk een plek is waar ik echt volledig tot rust kom. Ik neem mijn fiets mee. Ik doe daar wat beklimmingen of ik ga daar wat met mijn fiets rondrijden. En ik vind dat echt zalig. Alleen, liever eigenlijk met een paar vrienden. Mm-hmm. Maar alleen kun je ook wel zelf een keer wat nadenken of een keer wat tot rust komen. Of zo'n dingen. En dat vind ik wel echt zalig. Je woont nu in de Denderstreek, als ik goed ben ingelicht. Heb je daar ook een band mee, of niet? Ja. Eigenlijk zijn we anderhalf jaar geleden verhuisd naar het dorp ernaast. En dat ligt toevallig in de Vlaamse Ardennen. Mijn band met de Denderstreek is wel groter, aangezien ik daar altijd naar school geweest ben. Lager heb ik in Ninove gedaan, middelbaar in Denderleeuw. Dus ik ben wel iemand die honkvast is. Of iemand die van zijn streek houdt. En misschien dat de Denderstreek niet de mooiste streek is qua natuur.
Maar ja, ik vertoef er graag ook gewoon al, omdat je veel vrienden hebt. En omdat je dan gemakkelijker wel wat afspreekt, als de afstanden niet te ver zijn natuurlijk. Mm-hmm. Dat is wel zo'n streek die we niet zo goed kennen als Kortexanen, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Ik weet niet meteen wat ik daarbij moet bij voorstellen, ik zal het zo zeggen. Ja, er is ook veel verschil in de Denderstreek. Je hebt dan Dendermonde is eigenlijk ergens een beetje een uithoek, zal ik maar zeggen. Maar Denderleeuw-Nienhoven staat eigenlijk niet zo... Ja, bij het brede publiek niet zo heel goed aangeschreven. Maar ja, het is er echt wel fijn voor toe. Oké. Top. We gaan het even hebben over geld, heren. We zijn er allemaal mee bezig, denk ik, Hans ter Dagen. Maar wij hebben het toch even over een specifiek bedrag. Zijnde 100 euro. Of laat ons zeggen, maximaal 100 euro. Hannes, wat is jouw beste aankoop, of mooiste, of meest betekenisvolle aankoop van maximaal 100 euro die je ooit maakte? Wel, dan moet ik eigenlijk een beetje het antwoord gaan stelen uit de vorige podcast die jullie met professor Van Bellegem hebben gedaan. Ja. En dan moet ik zeggen dat dat vaak tickets zijn om naar een optreden te gaan, omdat dat een ervaring is. En ja, die ervaringen die zitten nu nog altijd in mijn geheugen, mm-hmm. zeker als het goede zijn, slechte af en toe ook, maar ja... Dat, heb je zo'n bepaald concert dat je nog altijd levendig herinnert? Ik heb heel hard genoten van Florence and the Machine in de Lotto Arena, maar dat is ondertussen wel al redelijk lang geleden. Ja. Emily Sandé in de AB vond, mm-hmm. Vond ik ook echt top. Maar misschien het beste, en dat... Ik heb een heel groot zwak voor Bart Peters. Ja. En vorig jaar was ik heel blij dat ik nog in de eerste fase van zijn Lotto Arena Tour ben geweest. Ja. En dat ik dat wel nog heb kunnen meemaken, want nadien was het natuurlijk gedaan door corona. Ja. Dus ja, dat zijn ervaringen die je creëert. En, en dat gaat dan inderdaad vaak over bedragen minder dan 100 euro. Maar misschien zijn die soms wel meer waard. Ja. Ben je dan iemand die volledig uit de bol gaat? Of hoe beleef je eigenlijk zo'n concert? Ja, eigenlijk niet zo. Allee, ik ga niet zeggen dat ik heel gereserveerd ben, maar ik ga me niet heel snel openzetten naar... of heel snel met de massa meedoen. Maar als ik voel van, oké, deze zit goed, dan durf ik wel de beentjes een beetje los weer, als ik er plaats voor heb natuurlijk. Maar als het echt goed is, dan ga ik er zeker en vast in op. Dan komt je eigenlijk, of ik denk dat dat ook wel de bedoeling is van de makers, dan moet ik naast mij kijken. Om mensen naar een andere wereld te brengen, of om mensen diverterende of een leuke avond te bezorgen. Zeker. Mm-hmm. Frank, we gaan het eens vragen aan jou. 100 euro, heb jij zo'n aankoop die je nooit zal vergeten? God, dat zal ongetwijfeld een boek geweest zijn, of een cd-box. Als ik in het boekengemak kijk, dan is Schaduw van de Wind toch een van de boeken die mij... nog altijd is bijgebleven. Maar de cd-box met de verzamelde werken uitgevoerd op cello door Jacqueline Dupré, dat is ook iets wat ik zowat altijd bij me heb in de wagen als ik ver moet rijden. Maar 100 euro, dat kan ook een kleine vliegreis zijn. En ik reis veel. Ik reis de wereld rond, maar ik heb één plek waar ik heel veel ben, waar ik vaak vertoef, en dat is in Spanje. Ik heb daar een klein appartementje waar ik heel veel werk, heel veel voorbereid, en waar ik schrijf. En dan is die 100 euro zeer goed besteed om naar daar te gaan, omdat dat mijn eiland van afzondering en van rust is. Ja. Mm-hmm. Heb je dat nodig, zo'n momenten van totale afzondering? Want je moet daar ook niet flauw over doen. De producties die je neerzet zijn van een gigantisch formaat, zowel naar aantal personen die deelnemen als naar de impact in Vlaanderen. Voelt dat soms als een zware druk om die zaken gedaan te krijgen? Of? Nee, ik heb mijn job nooit ervaren als een zware druk. Eerder een passie die mij niet loslaat en die mij dag en nacht echt bezighoudt. Waardoor het absoluut nodig is dat ik af en toe ontsnap. Mm-hmm. En vooral als ik aan het schrijven ben, want de meeste van die zaken schrijf ik ook zelf, hè, dan moet ik in de absolute afzondering zitten. Ja. Ik kan zelfs niet verdragen dat er dan iemand in mijn beeld loopt. Mm-hmm. Dan moet ik echt in mijn eigen wereld kunnen zitten. Maar ik vraag me altijd af, ik quoteer iemand uit onze vorige podcast, Jos, die zei, die ook een boek geschreven had, die zei, een boek is nooit af. Op een bepaald moment verlaat je je boek.
en zeggen van dit is het. Je zet een productie neer dat je toch etelijke jaren mee bezig bent. Op het moment zelf is die volledig klaar, je toont hem aan de wereld. Heb je dan zo'n gevoel van dit is het? Of heb je constant verbeteringsdrang? Of? Het is ook nooit af. Hè? Nee. Een voorstelling is nooit af en die mag ook niet af zijn. Dat is nu het grote verschil met film. Je gaat naar een film kijken, die is af en die blijft zo. Hè? Of je nu de 15e filmvoorstelling ziet of de eerste, dat is exact hetzelfde. Theater is levend gegeven, dat evolueert. Ja. Acteurs groeien in een personage, voorstelling rijpt. En het is niet onze job om ervoor te zorgen dat er geen evolutie is. Evolutie mag en moet. Mm-hmm. Natuurlijk binnen de contouren van wat afgesproken is. Hè. Ja. We hebben net Hannes gehoord, die zei van ik kan echt wel genieten van zo'n voorstelling. Kan je dat ook? Of ben je dan professioneel bezig met wat je er zelf zou van maken? Van mijn eigen voorstellingen kan ik pas na lange tijd genieten. Ik ben eigenlijk aan het anticiperen. Hè. Je zal mij nooit in de zaal zien op een première. Nooit. Ik heb nooit een première gezien van mijn eigen voorstellingen. Anderzijds, als ik naar het werk van iemand anders ga kijken, dan kan ik absoluut de professionele blik uitschakelen en gewoon mij laten drijven en zoals Hannes zegt, een soort reis maken ook. Hè. Mm-hmm. Een soort reis maken in het universum van iemand anders. En, mm-hmm. en dat is zalig. Ja. Top. Ben jij trouwens elke keer tijdens de voorstellingen van... Nee, meestal verlaat ik de familie. En ik zeg heel bewust familie, want je vormt altijd een nieuwe familie als je met de voorstelling bezig bent. Ik verlaat die na de première en dat is altijd... dat is geen gemakkelijke zaak. Nee. Je bouwt met elkaar iets op in onzekerheid, in twijfel. Gedeeld die emoties, gedeeld gewerkt naar iets toe en dan moet je het loslaten omdat je op een andere plek verwacht wordt. Vandaar dat het heel leuk is dat een aantal voorstellingen lang lopen. Mm-hmm. Dan gunt mij dan een beetje de gelegenheid om nog eens goeiendag te gaan zeggen. Ja. We kijken straks vooruit in de toekomst, maar er zijn ook mensen die graag achteruit kijken. We noemen ze nog wel eens nostalgische mensen. Zijn er dingen die jou nostalgisch maken? Ben je iemand die vaak naar het verleden durft te kijken, Hannes, of leef je in het nu? Ik leef grotendeels wel in het nu, maar het kan af en toe wel geen kwaad om een keer te kijken naar wat dat er al gebeurd is. En dan eigenlijk wel het liefst om er zoveel mogelijk positieve energie uit te halen naar de positieve dingen. Bijvoorbeeld onlangs keek ik nog eens terug naar het filmpje van de kampioensviering in Gent op de binnenwater in Gent. Op de graslei, hè? Ja, op de graslei was dat. Waar jullie in bootjes vervoerd werden. Waar wij in bootjes werden vervoerd. En ik denk dat ik dat sindsdien elke week zeker nog één keer heb bekeken om gewoon te kijken van, ja, deze is niet normaal. Allee, dit is niet normaal. Hier mocht je niet zomaar licht overgaan, want dit is iets dat nog nooit gebeurd is. En... ja, dan vind ik het wel een keer leuk om nostalgisch te zijn. Maar echt gewoon puur om te kijken naar hoe het vroeger beter was, hoe het vroeger anders was. Nee, daarom niet. Meer om herinneringen op te halen dan uit weemoed naar andere tijden. Ja. En als je bijvoorbeeld een fotoboek doorbladert met foto's van jou als je kleine jongen, doet dat jou iets? Ja, maar dat doe ik eigenlijk niet veel. Ik heb nooit echt de gewoonte om... Zowel ik als mijn ouders niet echt om heel veel foto's te nemen. Ik heb het ook zo wat moeilijk met nu op elk moment van de dag of als er iets gebeurt, foto's te nemen. Omdat dat moment dan weg is. Dat is ook de reden waarom dat ik heel weinig foto's heb staan. En ik denk dan, ja, er zijn genoeg andere mensen die dat doen. Dan kan ik het misschien aan die mensen vragen. En heb ik van het moment ook kunnen genieten. Zeker. Dus, Frank, ben jij een nostalgisch persoon of... Ik vrees van wel. Ik heb het heel moeilijk met het nu leven. Mm-hmm. En dat is niet omdat ik verknocht ben aan het verleden, maar ik heb het sowieso moeilijk met loslaten, met dingen loslaten. Ik gaf het daarnet al een beetje aan. Hè. Als je met een groep acteurs een familie aan het opbouwen bent, en je moet die dan loslaten. Zelfs na al die jaren heb ik het daar moeilijk mee. Vandaar dat ik toch wel voor mezelf vind dat ik inderdaad misschien te lang in de nostalgie blijf hangen. Het zou veel gemakkelijker zijn om hik het noenk, om in het nu te kunnen leven. Maar de aard van het beestje zegt mij dat dat bij mij niet lukt.
En kijk je dan nog wel eens terug naar het ver verleden? Hannes zei van, ik kijk naar het filmpje van waar wij in die bootjes werden vervoerd. Durf jij dat ook te doen? Af en toe. Af en toe. En vooral als ik twijfel aan iets. Ja, inderdaad. Klopt. Als je dan... Ja. Ik ga niet zeggen een moeilijke periode, maar als je even zo een keer denkt van, ja, dan moet je iets ophalen dat positief is, denk ik. Mental boost. Ja, denk ik wel. Ik doe het ook. Ik krijg veel mails, brieven, kaartjes van mensen waarmee ik samenwerk. En dan, als ik twijfel aan iets of zo, of ik voel me iets minder goed, dan gebeurt het mij dat ik een schoendoos open doe en dat ik die kaartjes en die brieven, die berichten, dat ik die herlees. En dan lukt het mij wel om een volgende stap te nemen, ja. Er zijn ook mensen die dat op zak hebben, hè? Die als ze een moeilijk moment hebben, uit hun portefeuille iets halen, een uitspraak, ik kan dat begrijpen. Een quote, ja. Ik kan dat begrijpen. Ja, ik denk dat dat ook uit de psychologie wel komt. Ik weet nog, als we in Gent samenwerken met de psychologen, dan moet je proberen je goede dingen te memoriseren. En dat helpt u sowieso wel, denk ik, ook voor je zelfvertrouwen en voor je zelfbeeld een beetje. Over goede dingen gesproken, is er zo'n bepaald ritueel dat je hebt tijdens een match, dat je zegt van, bijvoorbeeld, dat is echt een goed, laten we zeggen, een goede gebeurtenis of een goed ritueel dat je naar terugkeert? Of? Nee, ik moet eigenlijk zeggen, ik heb echt geen enkel ritueel. Nee. Of, ik ben ook totaal niet bijgelovig. Nee. Oké. Okay. Nee, zeker niet. Ik had gedacht, gaan hier pikante details naar boven komen. Helaas, zeker niet. Hij stapt eerst met zijn rechtervoet op het veld en dat soort van dingen. Dat gebeurt. Zeker. Er is daaruit een quote over. Eigenlijk zou elke wedstrijd op 0-0 moeten eindigen als iedereen een kruisteken doet. Hè. Ja. Frank, heb jij een bepaald ritueel voor een show? Of? Ja, niet voor de show, maar ik ben, als ik aan het repeteren ben en de repetitie begint om 10 uur 's morgens, ben ik ongeveer tussen 8 uur 's morgens en 8:15 ben ik in de repetitiezaal. Ik moet er zijn, de energie die in die ruimte hangt, moet van mij zijn, vooraleer dat er iemand anders in die ruimte komt. Is dat voor uw eigen rust? Of dat is voor mijn eigen rust. Ja. En dan, ik drink een koffie. Het vervelende is dat ik aan mijn assistenten vraag om er dan ook te zijn. En die vloeken soms op mij. Maar ik vind dat heel belangrijk om de dag te kunnen starten. We drinken samen een koffie. We praten over hetgeen we de dag daarvoor hebben gezien. En wat dat we gaan proberen om met de mensen te doen de dag die komt. Hè. En ben je dan iemand die als eerste aankomt en ook als laatste vertrekt? Absoluut, ja. Ik ben de eerste en de laatste. Ja. En ik vind dat ook niet erg. Hè. Het is, ik heb dat nodig, dus ja. Is dat een soort van controle, dat je dan? Of een soort van... Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel, Hans, dat het een soort van controle is ook. Maar ook het gevoel van... Ik kan het licht aanzetten en ik kan het ook uitzetten. En, ik ben een beetje wat dat betreft een controlefreak. Maar het is ook omdat het mij rust geeft. Omdat het mij de tijd geeft om nog eens te kijken van wat ga ik vandaag doen en... Hoe heb ik dat voorbereid en wat kan ik nu van de acteurs verwachten? En, Is dat iets wat jij herkent, Hannes? Ben je dan eerste op training, zeg maar, of voor een wedstrijd of zo? Ja, maar ik heb ook de rust voor mezelf nodig. Ik ben liever, in termen van tijd, ben ik liever een half uur te vroeg dan dat ik 2 minuten te laat ben. Dat geeft mij ik wil geen rush, zeker niet 's ochtends of zeker niet... dat is nu op basis van tijd, maar ja, je gaat wel altijd terug naar de dingen waarvan dat je denkt dat je ze nodig hebt. En als je dat goed vindt, dan grijp je daar sowieso naar terug. Bijvoorbeeld, ik ga de dag voor de dag van de wedstrijd zelf, eet ik ook gewoon altijd kip met een beetje pasta, omdat ik me daar gemakkelijk bij voel. Ik ga niet zeggen dat ik daarom beter ga spelen als ik iets anders eet, maar dat is gewoon voor jezelf iets om op terug te vallen waarvan dat je zegt, oké, ik heb er toch alles aan gedaan en ik heb me voorbereid zoals ik vond dat ik me moest voorbereiden. En dan heb je zo wat die controle. En ik denk dat elke mens dat wel wat nodig heeft om die controle zelf te hebben. Bij mij is dat toch wel zo. Heb je al bepaalde momenten gehad in je leven dat je de controle verloren was? Dat je zegt van, hier gaat niet toch wel even te snel voor mij? Oh, ik haat onderhandelingen. Ja. Eén, omdat ik het niet goed kan. Ik laat dat ook, ik wil daar ook zo weinig mogelijk van weten. Maar vooral ook omdat je daar helemaal geen of weinig controle in hebt. Ja. Je weet niet wat dat er gezegd wordt, je weet niet wat dat er gebeurt. Het ergste was, toen ik in Gent zat, heb ik eens
31 augustus moest ik ineens vertrekken. En in de voormiddag ging ik naar Charlton. En in de namiddag ging ik naar Cercle Brugge. En s'avonds ben ik in Gent gebleven. Dus ja, en dan, dat was echt iets dat ik eigenlijk niet graag meemaak. Ik was toen ook nog maar 19 of 20 jaar. En ja, daar was ik helemaal nog niet volwassen genoeg voor. Voelde je dan niet een beetje de speelbal van het systeem? Ja, ja, maar ik denk dat dat wel vaker zo is, zeker in de voetbalwereld. Ik vraag me misschien ook nog af voor Frank. Je bent bezig met toch heel grote producties ook, met heel veel partners, heel veel belanghebbenden. Heb je het gevoel dat je altijd zelf nog als regisseur de bovenhand hebt in alles? Of verlies je daar soms ook wel een keer de controle? Ja, nee, als ik de controle verlies, ik denk dat het leven hetgeen is waar we geen controle over hebben. Het leven in het algemeen. Ja. Vandaar dat ik zo graag schrijf, want een schrijver duikt in een parallele wereld waar hij de volledige controle heeft voor 100% over wat er gebeurt, over wat er met de personages gebeurt. Het is een emotionele controle en het is ook een strategische controle die je hebt. Dat heb je over het leven niet. Er gebeuren altijd onverwachte dingen. En dat is soms waar ik een beetje over wanhoop. Ik zeg altijd dat is wanhopen over de capriolen van het lot. Maar dat is wel zo natuurlijk. Het is tijd voor een nieuwe vraag. Hannes, die heeft de vorige podcast beluisterd en die zal deze vraag niet herkennen. Want we willen ook een beetje vernieuwen. Dat hoort zo bij een modern bedrijf. Die controle ben ik wel weer verloren. Die controle ben ik kwijt. Het is goed. We geven het toe. Het is geen originele vraag, want ik heb ze al zien opduiken in andere media. Maar het is wel een leuke, vind ik, omdat ze wel iets vertelt over jezelf. Het gaat namelijk over een droomdiner. Dat hebben we altijd wel eens, zeker als we terug op restaurant zullen mogen gaan. Hopelijk snel. Welke personen mogen daar allemaal aanschuiven? Dat kunnen bekende mensen zijn, onbekende, levende of niet meer levende mensen. Heb jij zo'n lijstje, Frank? Veel volk. Gewoon veel volk. Ik heb geen lijstje. Veel volk. Mensen die een beetje op dezelfde golflengte zitten. Die een beetje op dezelfde manier nadenken en een beetje op dezelfde manier met andere mensen omgaan. Maar dan mag dat heel veel volk zijn. Ja. Sta je zelf achter het fornuis voor al die mensen? Als dat moet, dan zal ik dat doen. Ja. Ja, zeker. Zitten daar ook bekende mensen bij? Want we kikken natuurlijk op grote namen, Frans. We kikken op grote namen. Goh, dat hoeft echt niet. Dat hoeft echt niet. Voor mij mogen dat ook mensen zijn die daar normaal gezien niet zouden kunnen zitten. Die ik dan iets kan geven wat ze in normale omstandigheden niet hebben. Wil ik ook doen, zeker en vast. Dus laat er maar veel volk op komen en mensen die anders de mogelijkheden niet hebben om er te zijn. En snak je naar sociaal contact deze dagen liever? Goh, ik denk, ik ben iemand die leeft van sociale contacten natuurlijk. Hè, en dat is zeer, zeer, zeer moeilijk. Ik ben ook iemand die graag mensen vastneemt. Dat is, wat men zegt, is een beetje eigen aan de stil. Dat zal wel voor stukken zo zijn, maar dat is vooral eigen aan wie dat ik ben. En dat mis ik. Ja. Ik vroeg me al langs af, als ik correct geïnformeerd ben, jullie hadden eigenlijk de productie van 4045 volledig omgebouwd om het coronaproof te laten doorgaan. Zowel acteurs als publiek. En dan, ik denk, een paar weken daarna, of een paar dagen denk ik, was plots van, het zal toch niet doorgaan. Had dat een serieuze impact op de acteurs bijvoorbeeld, om allemaal meer uit elkaar en zo verder te gaan spelen? We hebben heel die voorstelling, maar het gaat niet alleen over het hermaken van die voorstelling. We hebben heel de ruimte in Puurs, waar we ons eigen theater hebben. We hebben die helemaal omgebouwd met extra in- en uitgangen. Dat is een financieel gigantisch ding geweest om dat coronaproof te maken. We hebben de volledige voorstelling van A tot Z herstaged. En dat gaat niet over 20 mensen, dat gaat over 120 mensen die je moet herstagen. Met al die figuranten die in verschillende groepen zitten, dat is een onwaarschijnlijk werk. En op het moment dat we klaar waren, we stonden eigenlijk in de startblokken om die voorstelling te spelen. Er werd dan gezegd van het zal toch niet lukken. Je kan je niet inbeelden wat voor een mentaal domper dat is. Ja, kan ik mij levendig inbeelden, denk ik. Ja. Hannes, we gaan naar jouw droomdiner. Wie mag daar allemaal aanschuiven? Wel, eigenlijk een beetje mensen met een breed interessespectrum. Of met een breed gamma over onderwerpen waar dat we over kunnen praten dan.
Ik vond de shows van Michael van Peel vond ik altijd fantastisch. Mm-hmm. Dus die zou zeker en vast mogen aanschuiven aan tafel, omdat ik denk, die kan zijn mening ook zo goed brengen, op een goede manier. En er zal nog gelachen worden ook. Maar één op één zou misschien wat saai zijn, daarom mag mijn vriendin ook mee. Die zal dat ook wel allemaal lusten en die kan ook over veel meepraten. Maar gewoon mensen met een brede interesse aan over van alles, over muziek, over politiek, over sport, over theater, over echt over alles. Omdat ik dat wel belangrijk vind om over alles wel een beetje te kunnen meepraten. Ik weet niet van alles iets, maar ik probeer zo wel over zoveel mogelijk onderwerpen een klein beetje te kennen. Je noemde ook sport. Ik kan me inbeelden dat veel mensen jou aanspreken over het voetbal. Wordt je dat op den duur niet een beetje moe? Nee, omdat... Ja, dat is logisch, hè. Mijn papa is optieker en hem spreken ze allemaal aan over brillen. Dus ja, dat hoort erbij, hè. Nee, absoluut niet. Uiteraard is het leuker om over de sport te babbelen als het goed gaat. En als ik dan zondag naar een provinciale ploeg ga kijken, ga ik altijd liever als we gewonnen hebben dan dat we verloren hebben. Want anders, ja, mensen kunnen ook soms hard zijn of kunnen soms wel de verkeerde dingen zeggen. Maar sport, dat is logisch, hè, dat mensen daar naar vragen. Dat vind ik normaal. Nee. Oké, top. Frank en Hannes, jullie worden ontslagen. Jullie krijgen morgen een totaal nieuw beroep, zijnde hoofdredacteur van alle kranten van het land. Dus jullie mogen dat zelf gaan bepalen. En er mag morgen één quote gedrukt worden op de voorpagina van al die kranten. Wat wordt die quote, Hannes? Goh, ik zou eerder iets zeggen in de trant van... wees wat liever voor elkaar. Wees gewoon wat vriendelijker voor elkaar. Praat een keer met elkaar. Ik denk dat al heel veel dingen kan oplossen, heel veel frustraties kan oplossen. Om gewoon een keer te praten, gewoon niet van achter een computer meningen te spuien, onwaarheden te vertellen elkaar af te breken. Laat gewoon iedereen een keer zijn wie dat hem is en praat gewoon met elkaar. Je gaf meteen antwoord. Heb je zelf al zo'n situaties meegemaakt of verzel je er soms zelf in? Ja, natuurlijk. En dat is de reden ook waarom dat ik niet zo actief ben op de sociale media. Vroeger was ik dan meer, maar ik zeg het, mensen kunnen echt hard zijn tegen elkaar. Mensen kunnen echt wel je rekening houden met de persoon zelf. Mm-hmm. Zelf heb ik daar eigenlijk nog niet veel last van ondervonden, maar als ik soms reacties op Facebook of waar dan ook lees, dan denk ik, waarom? Waarom is dat nodig? Daarom dat ik het misschien niet slecht vind, maar dat zal waarschijnlijk een utopie zijn, dat mensen gewoon wat meer kunnen verdragen van elkaar. Ik vind jouw antwoord heel altruïstisch en een beetje veronderlijk, omdat ik altijd, en de voetbalwereld ken ik ook een klein beetje, het gevoel heb dat daar ieder voor zich is, heel individualistisch, een beetje egoïsme en zo, dat soort van dingen. Ja, dat is ook wel deels zo. Maar ik denk dat dat niet enkel in de voetbalwereld is. Mm. Volgens mij zijn het bedrijfsleven ook zo. Ik weet het niet, want ik kan er niet van meespreken. Ik heb nooit in het bedrijfsleven gezeten, maar ik vermoed dat in de meeste sectoren wel een beetje is. En dat is ook ergens logisch, hè. Iedereen wil wel ergens de beste zijn. Mm-hmm. Of het beste van zichzelf, alleszins. Maar daarom is het niet nodig om anderen te gaan afbreken, denk ik. Want in de inleiding hebben we jou voorgesteld als de atypische voetballer. Is dat een juiste omschrijving of niet? Nee, omdat... ik vind het altijd zo moeilijk. Wat is de voetballer? De voetballer is... Dat is precies een beetje een negatieve connotatie. Mm-hmm. Terwijl dat ik heel veel jongens ken die echt perfect normaal... Dat is ook weer niet goed uitgelegd, want als ik nu zeg niet perfect normaal zijn, dan zeg ik eigenlijk dat ze abnormaal zijn, per definitie. Ja. Maar dat zijn eigenlijk ook maar gewone gasten. En uiteraard zijn er wel jongens bij die het vroeger misschien wat moeilijker gehad hebben of die uit een andere achtergrond komen en daardoor iets anders gevormd zijn. Mm-hmm. Maar
de voetballer is niet per definitie iemand met capsones. Hè. Nee, gooi dat vooroordeel weg. Graag. Frank, jij bent de hoofdredacteur van alle kranten in België. Welke quote komt er op die voorpagina te staan? Goh, ik zou zeggen, probeer in elke discussie te vertrekken vanuit je ongelijk. Oké. En laat dat dan een uitnodiging zijn om iets meer de tijd te steken in het luisteren naar de ander. En dat sluit eigenlijk een beetje aan op wat de Hannes ook zegt. Ik voel me trouwens zeer goed met mijn gesprekspartner. Ja, dank u wel. Het regent complimentjes. Dank u wel, Frank. Maar ik meen dat ook. Ik denk dat luisteren een essentieel gegeven is. En als je uitgaat van je ongelijk, dan verplicht je jezelf in plaats van te spreken om eerst te luisteren. Want mensen moeten op zich heel veel naar jou luisteren. Dat is ook zo, dat is ook jouw taak. Is dat soms moeilijk om die figuur te spelen? Nu lijkt het alsof ik de hele tijd aan het praten ben als ik aan het repeteren ben en dat de acteur gewoon uitvoert. En dat is absoluut niet zo. We maken een voorstelling in een groepsverband en iedereen zijn stem weegt even hard door of is, mag even luid klinken. Hè. Mm-hmm. Ik ben iemand die mij maniacaal voorbereidt. Ik ken de partituur en ik ken alles van buiten. En ik weet exact wat ik mijn voorstelling ga doen. Maar dat is een vangnet. Wat ik voorbereid heb, is mijn vangnet. En dat leg ik naast mij op het moment dat ik met acteurs begin te werken. En ik kijk dan eerst wat zij mij aanreiken. En met wat zij mij aanreiken, dat is in de eerste plaats het materiaal waar ik de voorstelling mee maak. En mijn vangnet, dat is een plan B of een plan C. Oké. Mooie insteek, denk ik, sowieso. En het heeft allebei ook te maken met luisteren of met goed luisteren. Dus dat is ook een belangrijke factor. Ja, omdat er kan zoveel gewoon door opgelost worden, denk ik. Gewoon naar elkaar een beetje te luisteren en elkaars verhaal een keer te laten doen. Ja. Ja. Dat zijn we vandaag aan het doen. Zeker. We zijn al goed bezig met luisteren. Maar als we luisteren, dan leren we ook sowieso dingen. Hè. We zijn ganse dagen bezig met leren. We hebben eigenlijk maar een vruchtbare dag als we elke dag iets nieuws bijleren. Maar we leren ook lessen. En wat is de mooiste les, Frank, zal beginnen bij jou, de mooiste les die je in je leven geleerd hebt? Vier woordjes. Meer is in u. Dat is de les die ik altijd heb meegenomen. Plus et en vous. Plus het aanvoer van de Jezuïten. Jezuïten. Ja, maar niet alleen bij de Jezuïten. Je komt dat overal een beetje tegen. Het vertelt mij dat ik kritisch moet blijven ten opzichte van mijzelf en dat ik moet proberen om altijd het onderste uit de kan te geven. Mijn job bestaat ook uit geven de hele tijd. En ik merk ook hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt. Maar het moet altijd starten vanuit het geven. En op het einde van de dag moet ik altijd kunnen zeggen, voilà, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb alles gegeven en wat ook de uitkomst is. Men weet het bij een voetbalwedstrijd ook niet altijd. Hè. Het is niet omdat je kunt alles gegeven hebben en dan nog gebeurt er iets en dan hebben we het weer over de controle die we niet hebben en de wanhoop of de capriolen van het lot. Maar... bon, ja, meer is in u. Er is altijd meer in u om bij stil te staan of om te geven. Mooi. Ja, Hannes? Klopt. Ik vind eigenlijk gewoon dat je altijd jezelf moet blijven. Gewoon jezelf blijven en in geen enkele situatie veranderen. Dat is misschien wel iets dat ik geleerd heb. Omdat als je jezelf verandert, ga er achteraf spijt van hebben. Ja. En als je niet doet wat je denkt dat je moet doen, dan denk ik dat de verkeerde keuze is. Maar ik vind wat Frank zei ook volledig juist. Ik vind, je moet niet altijd geven om iets terug te krijgen. Ja. En dat vind ik soms wel een beetje frustrerend. Veel mensen geven iets in de verwachting dat er iets terugkomt. Ja. Maar gewoon een keer iets doen uit ja, met plezier, gewoon zo, zonder iets terug te verwachten, is denk ik iets dat... En heb je het gevoel in de voetbalwereld bijvoorbeeld dat er veel mensen zijn die zich laten meeslepen door anderen, die zichzelf niet meer zijn? Ja, je leeft ook constant in groep, hè. Je leeft ook constant in groep.
En dan is het ja, ergens logisch dat je jezelf wel een beetje verandert in enig opzicht, omdat je wel flexibel moet zijn in een groep. Ja. Maar ja, ik vind toch nog altijd dat je zoveel mogelijk jezelf moet zijn en geen dingen moet doen waarvan dat je vindt, deze vind ik niet oké, of dit doe ik niet graag, of hier sta ik niet achter. En, ja. Want wist je trouwens, Pieter-Jan, dat Hannes kapitein was op zijn 19e bij Agent? 19 jaar? Wel, lang geleden. Ik moet daar ook niet flauw over doen. Ik ken eigenlijk veel te weinig van voetbal. Ja. Dus ik ben blij dat jullie veel meer kennen over voetbal dan mij. Maar het gaat om die verantwoordelijkheid van die kapiteinsband. Dat is wel merkwaardig, toch? Vind je niet, van? Oh ja, het is een verantwoordelijkheid. Maar het feit dat u dat alleen gegeven wordt... En dat is niet omdat je de leider bent die het claimt, maar dat je een beetje de natuurlijke leider van de groep bent. Mm-hmm. En dat de coach in jou een soort verlengstuk ziet op het veld. Dus eigenlijk is dat meer een erentitel dan iets anders. Ik denk dat de kapitein op het veld de cement moet zijn. Zoals dat ik in het begin zei, Hannes was iemand die ik voortdurend zijn medespelers zag meesleuren, zelfs als het slecht ging, omdat was hij toch degene die iedereen op sleeptouw nam. Dat is ook een beetje de functie van de kapitein. Dus ik ben niet verwonderd dat iemand dan de kapitein van een team wordt. Het is ook niet zo, omdat je kapiteinsband rond je arm hebt, dat je per definitie leider bent. Ik vind, je mocht dat inderdaad niet claimen, want dan is dat al zijn waarde kwijt. Ik ben ook niet iemand die heel uit gaat roepen of dat heel aanwezig is in een ploeg of in een team. Maar ik vind wel dat je op elk moment dat je op veld staat, dat je er alles aan moet doen. Dat je zelf, zoals dat je daar juist zei, niks mag kunnen verwijten. Ja. En ik denk dat dat als voorbeeld misschien wel een reden is waarom dat trainers mij kapitein maken. Maar is het ook niet de ploeg die u voor een stuk kapitein maakt? Eigenlijk, dat komt er voor eerst en vooral door prestaties. Maar het is nog altijd een trainer die beslist, van kijk. Maar als je niet gedragen wordt door de groep... Nee, dan kan je het schudden. Ja, nee, inderdaad. Dat is wat ik bedoel. Dat klopt. Ja, het voordeel bij mij is dat ik ook meerdere talen spreek. Dus dat ik met iedereen wat kan communiceren, wat dat op zich niet onbelangrijk is. Maar ik vind, je mocht daar niet aan mechten gaan vasthouden aan de kapiteinsband, absoluut niet, want dan is het om de verkeerde reden, denk ik. Maar ik denk, Steven, wat als je nou kapitein zou zijn van een land? Dat kan op zich ook, denk ik. Ja, ik denk dat je naar vraag 10 wil. Je hebt gelijk. Want we zijn allemaal bezig met de actualiteit natuurlijk. En soms merk je wel dat alles of veel dingen beter kunnen. Stel je nu voor dat je de premier zou worden van ons land. Als ik me niet vergis, Frank, heb jij eventjes in de politiek gezeten ook? Heel kort. Heel kort. Stel dat je premier wordt van ons land. Wat zou dan het eerste zijn dat je zou veranderen? Oh, ik vind dat een zeer moeilijke vraag. Want dan lijkt het alsof ik het antwoord heb op alles. En alles ook zo eenvoudig zou zijn. Hè. Dus ik wil in alle bescheidenheid zeggen. 1, ik heb de ambitie niet. 2, ik heb er de capaciteiten niet voor. 3... Stel dat ik het toch zou zijn, een slechte keuze van degene die mij die job gegeven heeft. Maar samen met de andere premiers van de andere landen in Europa zorgen dat wij misschien een sterker Europa zijn. Ik denk dat we vandaag de dag ondervinden dat Europa nog altijd een vrij wankel vehikel is. Hè. Al hebben we het maar over de aankoop en de verspreiding van de vaccins. Ik denk dat we dat dagelijks merken dat Europa zoveel sterker zou zijn mocht dat een echte eenheid zijn. Ik heb de indruk dat we soms in een soort schijneenheid leven. En misschien zou ik dat aan de premier vragen van kijk eens met je collega's hoe we niet tot een sterker Europa kunnen komen. Oké. Okay. Dat is op zich nog vrij gerecht, vind ik. Ja, absoluut. Ik heb daar een veel, veel gemakkelijker antwoord op. Of een veel... Nee, geen gemakkelijker, maar... Ja, ik weet het absoluut niet. Ik heb erover nagedacht. Maar ja, ik vind dat echt heel moeilijk om,
om te zeggen of om te doen, omdat... Ja. Wat ik wel vind, is dat we op zich wel blij mogen zijn in België. Mm-hmm. Ik vind dat er heel vaak zo negatief wordt gedaan. Precies of dat wij... Of dat wij in het Midden-Oosten leven, waar dat er een oorlog woedt. Mm-hmm. Ja. Het is nu misschien niet de juiste periode om dit te zeggen, maar ja, uiteindelijk, we leven in België. Ik denk dat dat hier wel nog altijd best een oké land is. Ja. Ik begrijp ook de verzuring soms absoluut niet. Nee. Ja. Dat mensen zo zuur kunnen kijken, terwijl ja, als we vergelijken hoe wij het hier hebben en hoe andere mensen het soms hebben, dan denk ik van ja, jongens, maar we kunnen natuurlijk zuur blijven over alles. Hè, en hoe meer je hebt... hoe meer je dan kunt kankeren over alles wat je niet hebt. Of, mm-hmm. Want we hebben al gasten gehad die zeiden van het politiek bestel in België is failliet en dat soort van uitspraken. Jullie gaan daar niet zo ver in. Ik heb het over Europa. In de wereld waar ik zit, stellen wij ons geen vragen over Walen en Vlamingen, over Engelsen, Fransen, Duitsers. Wij stellen ons die vragen niet. Ik maak operavoorstellingen met alle nationaliteiten, probleemloos. Hè? Probleemloos. Dus in mijn wereld, waar ik het langste vertoef in mijn leven, ik zie die problemen niet. Mm-hmm. En dat wil niet zeggen dat ze misschien niet zijn, maar ik zie ze niet. Ik kom er niet mee in aanraking. Vandaar dat ik dacht, antwoord het op je vraag, moet ik het hebben over Vlaanderen en Wallonië, moet ik het hebben over België? Nee, ik denk dat ik het dan liever heb over Europa. Hè? Ik denk dat er ook veel meer mogelijk is als Europa zijnde dan als mm-hmm. België zijnde. Mm-hmm. Zeker ook naar de toekomst toe. Mm-hmm. Ja, we kunnen blijven versnipperen. Tuurlijk. Ja, we zijn tot we in lucht verdampen. Klopt. Hè. Klopt. We zijn al redelijk versnipperd. Ja, maar ja, ik wou juist zeggen, we zijn al redelijk klein als Belgen. Waarom zouden we dan nog een keer versnipperen? Nog een keer? Mm-hmm. Dus je zou de Denderstreek niet inrullen voor een posten op de wedstraat? Nee. Daar blijf ik ver van weg. Ja, oké. Okay. En politiek, is dat iets wat jullie van dichtbij volgen? Of is dat een beetje ver van mijn bed? Nee, ik volg het. Ik volg het van heel nabij. Het boeit mij, omdat ja, wij maken er allemaal uiteindelijk deel van uit. Hè. Maar goed, ik heb niet de ambitie om zelf aan het roer te staan, maar ik volg het wel. Gedreven zelfs, ja. Mm-hmm. Hannes, ben jij iemand die het volgt? Ik probeer het ook wel te volgen. Als er debatten zijn of als er thema's zijn die mij wel interesseren, dan vind ik dat wel belangrijk om daar ook op de hoogte van te zijn. Zoals ik, je wilt ook geïnformeerd zijn. En dan is dat wel, denk ik, een goed iets dat je daar dan over kunt... Is het niet onwaarschijnlijk dat we de laatste weken dat we vanuit de Verenigde Staten... Het nieuws dat nu overwaait gaat niet meer over een man, maar gaat gewoon over het leven. Hè? Ja. Terwijl het de afgelopen 4 jaar gegaan is over een man, over een narcistische man. En nu gaat het... We krijgen amper nog iets te horen over de VS. Dus ik denk dat men daar ook in ziet dan politiek op een andere manier. Misschien is men het opnieuw aan het herontdekken. Mm-hmm. Ik hoop het. En geloof je dan dat die politiek die men in Amerika, want daar doel je natuurlijk op, kan die overwaaien naar onze streken? Ja, want die is overgewaaid. Hè. Die waait altijd over. Hè. Mm-hmm. Als men het Capitool bestormt in de VS, dan zal dat wel een of andere inspiratiebron zijn om dat hier ook te doen. Hè. Dus, of een alibi zijn, of legitiem worden om het hier ook te doen. Hè. Het fake news gehalte, of zelfs politiek bedrijven onder het mom van de gepermitteerde leugen, hè, dat kan overwaaien. Het is aan ons om kritisch te blijven. Hè. Mm-hmm. En om dat als voorbeeld te nemen, om kritisch te blijven, denk ik. Ik zou de volgende vraag kunnen inleiden met een stom woordmopje en zeggen dat ik dat aan jullie Biden ga stellen, die vraag. Maar ik zal ze gewoon stellen. Dat is, waar zie je jezelf, Hannes, over 5 jaar? Ik hoop dat ik nog altijd een actieve carrière heb. 5 jaar, dan ben ik 32. Normaal gezien zou dat wel het geval moeten zijn. Even afkloppen, natuurlijk. maar dan hoop ik... Ja,
zoals, en dan komen we weer naar daarjuist, hè, het beste uit jezelf proberen te halen. En als dat gebeurt, dan weet je niet wat er gaat komen. Maar dan heb je jezelf ook niks te verwijten achteraf. En op professioneel gebied speel ik dan ook bij Cercle Brugge. Ja, als ik dan achteraf alles kan zeggen dat ik er alles voor gedaan heb, mm-hmm. dan is dat goed voor mij. Ja. Maar ja, je moet natuurlijk wel een bepaalde ambitie hebben om altijd beter te willen doen. Mm-hmm. De voetbal is er natuurlijk ook wel een andere wetmatigheid, zal ik zeggen. De leeftijd speelt ook een rol. Dus dat wordt ook niet gemakkelijk niet meer om nog stappen te zetten. Maar wie weet. Droom je nog van het buitenland bijvoorbeeld? Of niet meer? Nee. Allee, ik denk dat misschien dit jaar of volgend jaar de kans had geweest. Maar ik heb dan uiteindelijk voor Cercle Brugge gekozen. En ik sta nog altijd achter die keuze. Ja. En, ik denk dat dat misschien de goede keuze zal zijn. Maar je zei daarnet ook dat je nooit in het bedrijfsleven hebt gestaan. Is er dan bijvoorbeeld binnen 5 jaar plaats voor iets naast het voetbal? Wel, ja, zoals ik daarnet zei, mijn papa is optieker. Mm-hmm. En nu ook al, ja, nu even niet, want ik heb mijn vinger gebroken, maar de afgelopen jaren ging ik na de trainingen vaak in de winkel helpen. En mm-hmm. heb ik eigenlijk een beetje niet echt een beetje een opleiding gehad via hem, mm-hmm. Om montages te doen, brillen te maken en zo. Ik ben wel van plan om ooit het diploma oogzorg te willen halen, om dan uiteindelijk ook meer te kunnen vertellen over dat beroep. Ja. Maar dat is wel het plan, ja, om binnen 5 jaar daar toch ook wel een beetje, ja, een soort van toekomst in te verzekeren, want mm-hmm. ja, het leven stopt niet op 5, 6, nee. 37, hè, tot mm-hmm. wanneer een voetbalcarrière gedaan is. En ik heb destijds, ja, ben ik gestopt met studeren om alles op de voetbal te zetten, maar misschien is dan binnenkort tijd om dat weer te hervatten en om weer mm-hmm. iets anders te doen. Mm-hmm. Fantastisch. Deze podcast wordt nationaal beluisterd, dus iedereen naar Obsidian. Ik zag Guy van den Brugge. Ik dacht enkel dat dat in Kortrijk was. nee, Hannes, zeker niet. Zelfs in het buitenland, een verre buitenland. Frank, waar zie jij jezelf over 5 jaar? Ik hoop in de duisternis van een of andere schouwburg. Een orkest dat speelt, een symfonisch orkest dat klinkt, zangers die aan het zingen zijn, een operavoorstelling die ik aan het maken ben, licht, klank en verdwijnen van de wereld om mij over te geven aan wat ik hoor en zie. Want ik vroeg het mij ook nog af, ik heb het ook al in een verleden podcast gasten gevraagd, maar wat doet dat nog altijd met iemand als je na maanden werken een voorstelling ziet en alles komt mooi samen en er is applaus? Wat voel je effectief? En jezelf, doet dat nog altijd... Wendt dat ooit, zo'n gevoel? Voor een stuk wendt dat. Maar vermits de groep altijd anders is. Of ik nu in de States een voorstelling maak, of in Italië, of in Duitsland... De groep is altijd anders. De energie in de groep is anders. Het zijn andere persoonlijkheden. Elke groep heeft zijn eigenheid, maar het is vooral de optelsom van de individualiteiten die ervoor zorgt dat je een grote emotionele band hebt. Soms groter met de ene groep dan met een andere groep. Maar wat overblijft uiteindelijk is het gevoel van samen iets gemaakt hebben. Mm-hmm. En dat is... Ik kan dat moeilijk met iets anders vergelijken. Je vreugde kunnen delen waarschijnlijk. Ja. Vreugde ja. Kunnen... Ja. Mm. En een woord als succes, applaus, is dat nog belangrijk na al die jaren? Ik sta daar geen seconde bij stil. Ik heb natuurlijk liever applaus dan geen applaus. En het zou hypocriet zijn om te zeggen dat het niet leuker is om een goede recensie te lezen dan een slechte. Maar zelfs de grootste gelukzaligheid... Die er staat bij een erkenning, die verdwijnt na 5 seconden. Omdat je altijd toch terug vanaf het witte blad moet beginnen. Mm-hmm. Het is niet zo omdat je goede voorstelt. Het is hetzelfde. Het is niet omdat je een goede match speelt dat je volgende match even goed is. En dat geldt ook voor mij. Dus wij moeten altijd beginnen vanaf nul. Altijd weer van dat wit blad. En gewoon alles wat we in ons hebben geven. Wat, mag ik een vraag stellen? Zeker. Wat ik mij afvraag. Voor een concert, een optreden, heb je vaak
iets in je hoofd? Hoe vaak is er al uitgekomen dat je zegt, dit is 100% wat ik wil zien? 100% nooit. Hè? Nooit. Er zijn altijd dingen, omdat het ook levend materiaal is, alles leeft. Maar er gebeuren altijd zoveel dingen die ik niet voorzien had, die het zoveel interessanter maken. Mm-hmm. Dus het eindigt zeker niet bij mijn voorbereiding of bij mijn wetenschappen. Ik sta soms versteld door de kracht van iedereen samen, door de optelsom. En dat vind ik het schoonste, heel het verhaal. En met ouder worden krijg je daar op de een of andere manier ook veel meer vertrouwen in. Mm-hmm. Om de verantwoordelijkheid ook bij de groep te leggen en die niet alleen op te eisen. Dus, mm-hmm. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, maar het is ook een gedeelde passie. Mm-hmm. En het is ook een gedeelde reis. Je gaat niet alleen op reis met je rugzak. Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen die met je meegaan. Je bent alleen de gids. Mm-hmm. We hebben het gehad over appreciatie, waardering. Ik vond het heel mooi wat je zei. Heb jij dat ergens ook, Hannes? Ben je daar gevoelig voor? Ik zeg maar iets, journalisten geven punten. Zwijg mij van die punten. En dat soort van dingen. Jij bent daar niet mee bezig? Nee. Andere mensen zijn daar veel meer mee bezig. En die duwen dat dan ook zo wat in je strot. Als je dan een mindere match hebt gespeeld, of waarvan ik zelf persoonlijk vind dat ik niet zo goed speelde, maar je wint met 3-0, is je cijfer in de krant ook veel hoger dan dat normaal zou zijn. Omgekeerd is dat ook zo. Speelt je een goede match, want dat kan natuurlijk ook. En ja, je verliest, dan is zijn je punten in de krant. En ik kijk daar niet, ik heb dat ondertussen al geleerd, ik kijk daar niet meer naar. Maar andere mensen zeggen, oei, het was zeker niet goed. Je hebt maar een 5 of je hebt maar een 4. Dus ik hecht veel meer belang aan de mensen die mij moeten beoordelen. Dat zijn trainerstaf, dat is bestuur. Dat zijn mijn teammates. Mijn papa, die ook wel kritisch naar me kijkt. Mm-hmm. Maar daar hecht ik meer belang aan dan aan iemand die eigenlijk, als je het zo moet zien, 22 spelers moet quoteren. Mm-hmm. Het is al moeilijk om één iemand de ganse match te volgen. Om dan twee. Nee, daar. Waar ik wel gevoelig aan ben, en dat is logisch, is aan. Ik denk dat bij iedereen wel een beetje is aan appreciatie of een keer de schouder kloppen of iemand dan een keer zegt van je hebt een goede wedstrijd gespeeld. Zonder daarin te overdrijven uiteraard, maar ja, ik denk dat iedereen daar wel wat gevoelig aan is. En het verschil tussen mogen starten en op de bank moeten zitten, is dat een groot verschil voor jou? Ja, uiteraard. Toch? Speel of start je natuurlijk liever, hè, maar het is de trainer die beslist en je kunt alleen maar je best doen. Mm-hmm. Je kunt alleen maar doen wat... Allee, ik ben ook al een paar keer niet akkoord geweest, maar als je best blijft doen, dan komt dat wel. Als Hannes een bijvraag mag stellen, mag ik dat ook doen. Zouden jullie morgen kunnen wisselen van job? Zijnde Frank wordt voetballer en Hannes wordt regisseur en schrijver. Dan moeten we ook van leeftijd wisselen. Dat heb ik niet gezegd. Ik weet niet of ik daar de onderlegd genoeg voor ben om... Ik heb ook niet zo'n literaire achtergrond. Of ik lees niet zo heel veel boeken. Ik ga heel graag kijken naar voorstellingen. Mm-hmm. Maar ik heb ook denk ik niet dat organisatievermogen. Mm-hmm. Want dat is denk ik wel belangrijk. Zou het een wereld zijn die jou aanspreekt, die jou kan boeien? Ja, dat kan mij zeker en vast wel boeien. Ik heb ook af en toe wel eens een gesprek met mijn acteur. Maar die zijn dan vooral heel geïnteresseerd in de voetbal. Dus ik probeer altijd zo wat te sturen, maar dat komt altijd terug naar de voetbal. Maar ik weet niet of ik daar onderlegd voor zal zijn. Dat weet ik niet. Mm. Wat ik me afvraag, als ik ook een vraag mag stellen. Zeker. Hoe dat je voelt bij de beerput die nu open gaat in alle kranten over de geldcarousel en wat er allemaal gebeurt rond het voetbal. Ja, natuurlijk. Ik zit ondertussen wel al eventjes in die wereld en hoort zowel wat verhalen. En er zijn zowel dingen die je te weten komt via, maar ik denk altijd, ja, dat kan niet of dat klopt niet. Maar dan blijkt dat toch te kloppen. En uiteindelijk, al die dingen zo naast het voetbal, ik word dat eigenlijk zo'n beetje beu. Het is vooral het voetbal zelf waar ik plezier in schep. En al die verhalen daarnaast, dat leidt ook tot imago van de voetballer.
En dat is niet vast, denk ik. Tegenover, ik heb zo vaak het gevoel dat het voetbal wordt bekeken vooral van wat dat er niet op het veld gebeurt, dan tegenover wat er wel op het veld gebeurt. Wat dat er wel op het veld gebeurt, dat is in de media de dag na de wedstrijd of de dag voor de wedstrijd, denk ik. En daartussen zitten nog 5 dagen. En dan gaat het vooral over ja, hoeveel verdient die speler. En hoeveel heeft die makelaar op een transfer gepakt. En dat, ja. Allee, ik snap dat, hè. Dat aanspreekt. Maar ziet je de wintermercato soms als een competitievervalsing? Ja. Ik ben wel al 2 keer in de wintermercato getransfereerd. Afgelopen winter ook. Ja, maar het is toch onwaarschijnlijk dat je gewoon... Ja, je kunt zelfs andere ploegen leegroven. Ja, maar dat is ook inderdaad zo. En eigenlijk zou ik het ook wel eens fijn vinden om een seizoen te starten met een bepaalde kern. En die wordt niet meer gewijzigd. Voilà, ja. Omdat nu hebben de rijkere clubs, of de clubs met het meeste geld... Die hebben ook het voordeel natuurlijk, want die kunnen dan de beste spelers gaan weghalen. Mm-hmm. Waardoor dat je ook een beetje altijd dezelfde namen hebt die van boven komen. Maar, big business, as usual. Ja. Helaas. Zeker. En we gaan naadloos over naar mijn favoriete vraag dan, van alle 10. En dat is jullie guilty pleasure. Iedereen heeft die, normaal gezien toch wel. Zullen we misschien een keer beginnen bij Hannes, maar wat is jouw guilty pleasure? Goh, maar ja, uiteindelijk is guilty pleasure, dus ik moet me daar niet zo hard over schamen, zeker. Nee, laat alles los. Maar ik vind dat zalig om zo de zondag, als je een vrije dag hebt, zo vroeg op te staan en gewoon een keer tv op te zetten op Ketnet. Vind ik zalig. Ik kan u de programma's ook zeggen. Like Me vind ik supergoed programma. Mm-hmm. Ja, misschien is het omdat ik me dan weer kind voel of zo. Ik weet niet waarom. Maar ik vind dat gewoon tof. En dan zit je in de zetel te ontbijten en ondertussen naar Ketnet te kijken. Mm-hmm. Ja, dat zou wel zijn. Dat vind ik echt goed. Ja, want Frank heeft ook een Ketnet musical geregisseerd. Ja, Cadanza. Cadanza. Ja, de allereerste. Ja. Ja. De allereerste ja. Heb je daar ook iets mee met die musicals? Nee. Ik, dus Ketnet. Ja, maar het is niet dat ik alles van Ketnet kijk. Het is niet dat ik thuis kom van de voetbal en direct... Nee, maar de zondagochtend... dat is nu ook wel nog niet zo heel lang dat ik dat doe. Mm-hmm. Maar... Allee, ik vind dat wel aangenaam. Nee. En dan wacht ik meestal tot als de 7e dag of zo begint. Ja, totaal iets anders. Ja, maar... Soms ook wat Ketnet. Ja, soms kan dat inderdaad ook wat kinderachtig zijn, maar... Ja. Is dat toch niet een beetje nostalgie verlangen? Misschien wel. Ja, dat kan wel. Of zo, wacht eens even of zo. Dat is echt van in mijn tijd. We zijn een klein beetje van dezelfde leeftijd. Ja. Ik heb dat met Dag Sinterklaas. Ja, als ik klopt. Dag Sinterklaas, ik moet nog wat een intro horen en ik krijg daar ongelooflijk warm van. Dus voilà. Met Bart Peters, ja, die jonge Bart Peters. Dat zijn zijn eigen dochters, denk ik. Hè? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen, denk ik. Dat kan wel. Ja. Oh, fantastisch. Wel goed, ik heb die cassette kapot gedraaid. Ja. Frank, heb jij een guilty pleasure? Goh ja, de BBC-series Morse Endeavor, Lewis. Ik verslind ze. Ik heb ze thuis, alle DVD-boxen. En toch, als ze een of andere Morse of Endeavor op de televisie spelen, zal ik nog eens kijken. Dus, en dat gecombineerd met een gezond pak friet. Vind ik ook ik kan geen frituur passeren of de geur van die frituur... bedwelmt mij en voilà. Dat zijn 2 guilty pleasures in één moment. Hier in Kortrijk hebben we er ook een paar goeie, ik zeg maar wat. Zelf als je wegrijdt, passeren er een paar, Frank. Dus en wat neem je in de frituur meestal? Een kleintje met stoofvliessaus, een curryworst speciaal en mayonaise. Ja, is ook zo, ja. Dan is de vraag, curryketchup of tomatenketchup? Curryketchup. Ah, dat is echt katastrofiek. Bolletjes. Want ik krijg niet wat langer. Ja. En is dat dan dat je schaamteloos naar binnen speelt? Zo, schaamteloos niet, met enorm veel gêne, maar met enorm veel smaak ook. Ja. Nee, want dat is net het leuke aan een guilty pleasure, dat je er eigenlijk niet schuldig moet over voelen. Ja. Dus fantastisch. En heb jij ook iets van voeding waarvan je zegt van
Guilty pleasure, Hannes? Ja, ik eet ook heel graag een goed pak friet. Maar bij mij is dat dan iets minder regelmatig. Ik neem dat dan een keer of twee, drie per jaar is. Oeh, amai. Ja, ik probeer daar toch wel wat op te letten. Meestal in een vrij weekend. Als een nationale ploeg speelt, dan hebben we meestal geen wedstrijd. Krijgen we meestal wel eens twee dagen vrij. En dan is het wel misschien wel eens een moment. Vorig jaar in de lockdown was dat iets frequenter. Moesten de lokale handelaars ook steunen, zeker, uiteraard. Hè. Dat is heel vriendelijk. Dat is een schoon alibi. Voilà, ik zeg dat niet bij alles. Hè. Maar ben je op zich veel bezig met je voeding? Ja, we moeten wel. Ja. We worden ook een paar keer per maand gewogen. Vetpercentage wordt genomen. En dat hoort er ook bij. Ja. Ja. Het kan moeilijk zijn dat je als voetballer daar extra gewicht mee zult. Dat is niet de bedoeling, denk ik. Het is ook de bedoeling dat je zo snel mogelijk kunt reageren en zo. Dus ik probeer daar wel wat op te letten. Maar ik probeer het ook niet zoals de wielrenners. Die zijn daar nog heel gedisciplineerder in. Dat is echt met afwegen en zo. Ja. Dat is bij mij wel nog niet het geval. Ik probeer af en toe toch wel eens te zondigen. Toch eens een frietje te gaan stekken of zo. Ja. Heel af en toe. Top. Ik denk, Steven, als ik de tijd wat in de gaten houd, dat we nog tijd hebben voor één laatste vraag. We hebben er nog één over, ja. Dus we hebben geen keuze meer. Hè. Het is vraag 3 en het gaat over magische gaven. We leven allemaal nu met ons voetjes op de grond, maar af en toe mogen we toch eens dromen van dingen die we nog niet kunnen of kennen. Wat is dat in jouw geval, Frank? Welke magische gave mag dat zijn? Goh, ik zou zeer graag alles op stop kunnen zetten. De tijd, het lawaai, de ruis rond mij, gewoon een aan- en uitknop hebben, waardoor dat ik bijvoorbeeld eens kan slapen, want ik slaap heel slecht. Ik ben altijd maar aan het nadenken of gewoon waar ik de wereld eens kan uitschakelen. Dat zou mij enorm goed van pas komen. En heb je nu een aantal stopknoppen die je echt wel kan gebruiken? Nee, ik heb hem niet. Ik heb de stopknop niet. En vandaar dat ik hem zeer graag zou hebben. Maar ik heb hem niet. Nee. Ben je dan iemand die echt een notitieboekje naast zijn bed heeft liggen? Om... De gsm. Ja, altijd. Ja. Ja. En de muziek komt nog altijd vlot langs bij jou na al die jaren? De muziek... om te even welke productie, of ik nu een opera aan het regisseren ben of een musical, de muziek blijft ook 's nachts hangen en die blijft doordraaien en kan die niet loskoppelen. En dat is fantastisch aan de ene kant, maar een beetje stilte kan soms zo zalig zijn. Dus. Ja. En heb je dat ook als je voor dat wil ontspannen, dat constant nog? Dat is moeilijk, ja. Dat is heel, heel moeilijk. Er zijn altijd nieuwe ideeën die opduiken en ik moet die dan verwerken op de een of andere wijze. Toen ik aan het boek aan het schrijven was, ik heb een boek geschreven, De Echo van de Schreeuw. Men ziet alleen de uren dat men aan het schrijven is, hè, maar de uren dat men aan het nadenken is. Dat geldt ook voor de theaterstukken die ik maak. Dat gaat niet alleen over de tijd die je daadwerkelijk steekt in het schrijven zelf, maar ook het nadenken en het niet loslaten. Dat is soms een uitputtingsslag. Hè. Vandaar die aan- en uitknop, dat zou ik wel prettig vinden. Maar... En heb je dan bijvoorbeeld, als je naar de voorstelling gaat kijken, dat die voorstelling urenlang blijft nazinderen in jou en jou verhindert om de rust te vinden? Ja. En ook voorstellingen van andere mensen. Ik heb zo eens een voorstelling gezien. Ik was in Amsterdam. Ik was zelf met een productie bezig. En ik zag daar een voorstelling van Circus Ronaldo. Danny Ronaldo is een goede vriend van mij. En is... naar mijn bescheiden mening, een van de grootste artiesten die ik wereldwijd in mijn leven heb gezien. En dat was zo'n formidabele voorstelling. Ik was zo ontroerd, ik was kapotgeslagen door de poëzie van die voorstelling, door de kracht en door de ontroering die voorstelling bij mij had opgewekt, dat ik in mijn hotelkamer een mail heb geschreven van, goh, ik denk dat ik ermee ga ophouden, want... ik heb vanavond alles gezien wat theater zou moeten zijn. En ik heb de indruk dat ik zelf niks meer te vertellen heb. Maar heeft me dan zo'n danig lief antwoord gestuurd dat ik zanderdags toch terug naar de repetitiezaal ga gaan. Mooi. Mooi. Alles, heb jij een magische gave die jij graag wilt beschikken of bezitten? Goh, niet echt super hard, maar ik zou wel graag zoiets
onzichtbaar willen zijn, dat ik zo een keer uit nieuwsgierigheid ergens kan zijn, waar dat ik misschien niet hoef zijn of niet moet zijn, niet wil zijn, maar dat ik wel gewoon een keer kan zien hoe dat dingen eraan toe gaan in bepaalde... Maak dat eens concreet, op welke plaats wil je graag eens zijn? Ja. Het is nu zo, ja... Bijvoorbeeld als die beroemde foto in het Witte Huis bij de gevangenneming van Bin Laden was, denk ik. Of, dat ze allemaal rond die operation... Ja. Oh, welke operation was dat nu weer? Zero Dark 30, zeker? Ja, dat kan. Ja, die bekende foto met Obama en zo. Ja, met die allemaal... Vooral die schermen. Ja. Daar zou ik wel een keer benieuwd geweest zijn wat ze zouden zeggen of zo. Of wat ze zouden doen. Hoe dat de stress daar zou geweest zijn. Dat kan ook op lager niveau zijn. Hè. Mm-hmm. Dat kan ook gewoon ergens zijn. Waar ergens een plek dat mij interesseert of zo. Of dat er iets gebeurt. Mm-hmm. Dat ik gewoon eens wil zien van hoe gaat dat eraan toe. Het is een beetje Harry Potter geweest, de mantel der onzichtbaarheid. Toe een keer. Maar ik vrees dat niet gaat bestaan. Nee. Gaan ze van ver moeten komen om dat uit te vinden, denk ik. Maar in deze vraag mag dat. In deze vraag mogen we dromen en mogen we een keer terugkijken naar andere dingen. Van terugkijken gesproken, we zijn aan het einde van deze podcast. Ik vond het heel boeiend en een leuke reis. Zeker. Ik heb twee mensen anders leren kennen. Ja. Dat is altijd leuk natuurlijk. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren, deze podcast, Frank? Goh, ik ben er zo op het laatste moment ingeduikeld. Dank je wel. Maar zoals ik al zei, ik keek uit naar wie de gesprekspartner zou zijn. En dat is mij ontzettend meegevallen. En ik denk dat ik... dat er enorm veel raakpunten zijn tussen wat Hannes heeft verteld vanavond en wat ik zelf doe. Dat er heel veel raakpunten zijn over de manier waarop hij met zijn vak bezig is en ik. Mm-hmm. Maar ook de manier waarop hij over het leven nadenkt en ik. Mm-hmm. Al is hij zoveel jonger. Ja. Dus ik vond het een zeer warme en heel prettige avond. Ja. Ga je nu met iets meer aandacht de wedstrijd van Cercle-Brugge volgen? ik zal het heel plechtig beloven. Hannes? Nee. Exact hetzelfde voor mij. Ja. Ik heb ook het gevoel dat de kijk van Frank op gewoon de dingen en op de wereld, dat die zeer ruim is. En dat vind ik altijd zeer aangenaam om zo mensen die te mogen ontmoeten. Want het is ook wel iemand die al iets bewezen heeft. Hè. In België kent hij waarschijnlijk zijn naaste niet. Mm-hmm. Dus het was een hele eer om... om zo iemand te mogen ontmoeten en om die op een andere manier te mogen leren kennen. Perfect. Ik stel voor dat jullie in betere omstandigheden gewoon samen eens een pint gaan drinken na een match eventueel. Ik vind dat we dat absoluut moeten doen. Voilà. Fantastisch. Alles is bedankt ook, heren, om aanwezig te zijn hier vanavond in Kortrijk. Ja, dankjewel voor jullie openheid ook, hè, want jullie hebben ook dingen verteld die jullie waarschijnlijk niet in elk interview vertellen, dus dankjewel daarvoor. Zeker. Heel tof. Plezier. Super. Steven, ook weer opnieuw bedankt. En Pietrian. Tot de volgende. Tot weerspraak.